zondag, het is mooi weer, hè? Ja. Gisteren was pokken weer, zeg. Jezus, man. En toch ben ik eruit gegaan. Ja, ik ben er ook uit gegaan, maar ik ben naar de bioscoop gegaan. Dus, We zijn nog verder gegaan. Welke film heb je gezien? Ik heb er twee gezien. Ik heb er één met Mark Wahlberg gezien, een actie van Mile 22. En dan The Hunter Killer heb ik gezien. En welke bioscoop? Schuiberplein, Pathé. Joh. Een Hunter Killer. Ja, dat was een goede film. Ja? Ja, met die onderzeeën. Dan gaan ze onder, die actiefilm onderzee. Ook met vliegtuigen en zo. Een goede actiefilm. Goede acteurs ook. Ja, maar zo. Oh, daar heb je Pipi. Daar heb je die man met die hond. Daar heb je de jeugd. Ik hoop dat die niet zeggen. Patricia S. Ja, die heb ik al vaak gezien. Deze. S-Berger. Ja. Wat een naam zeg. Als ik gewoon Patricia noem, dat is toch goed? Ja, je hebt meerdere boten die... Oh. Een voornaam van een vrouw. Ja. En dan een achternaam S-Berger. Ja, maar Patricia S-Berger, jezus. Dat is chemicaliën en zo. Zeg, spreek jij toevallig ook Duits, of niet? Ja. Want gisteren heb ik het zwart boek gekeken, weet je wel, die oorlogfilm van Paul Verhoeven. Ja. En daar spraken ze ook veel Duits. Ja, ja, dus ja. Dat was goed voor mij, want dan kon ik leren, want dat is Duits met Nederlands ondertiteld. Ja, ja, daar heb, ja. Ik weer een beetje, heb ik weer een beetje van geleerd, weet je wel. Jawel. Want ik spreek wel Frans, maar ik spreek geen Duits. Nou ja, ambition. Jawel. Dus zo heb ik gisteren toch een beetje Duitse les gehad. Dus kijk ik naar een film, maar dan heb ik toch een kussen Duits gehad. Ja, 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 ja. Patricia Eisbergen, dat kan moeilijk een Rus zijn. Ik denk niet dat het een Rus is. Nee. Ik zie de vlag niet zo goed. Ja, dat is een rode vlag. Ja, ik zou het niet weten. Ja, volgens mij Scandinavië of zo. Wat staat er? Mat? Kun je dat daaronder? Madeira. Madeira? Madeira, oh, dat is Portugees. 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 Ja. Ja, maar Patricia Eisbergen, een Portugees die Patricia Eisbergen heet. Ja, maar Madeira zet ook vaak Panama erop. Ja, maar die komen ook echt uit Panama. Nee. Dat doen ze voor.